Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we 11 november en hier in Ieper is dat best wel een big deal. Er is een puppy parade, er is een special last post, er zijn verschillende herdenkingsdiensten. Ik ga ze niet allemaal bijwonen. Ik ga wel naar de puppy parade. Misschien ga ik ook een deel van de special last post volgen. Ik ben dan nog niet zeker. Want ik wil nog andere dingen doen vandaag. En ik moet ook vanmiddag gaan werken. Yes, ik heb geen vrij op 11 november. Of toch niet volledig. En vandaag heb ik ook gemerkt dat dit dingetje plat is en mijn Fitbit. Dus ik wil die wel nog even gaan opladen. Zodat die... Hoe dat is nauwkeurig al mijn stappen kan tellen vandaag. Ah, het is helemaal lekker warm. Ik heb dat toch niet vergeten uit te leggen. Oh nee, ik heb het vergeten de chauffage uit te leggen. Oeps. Het is hier nu natuurlijk veel te warm. Ik had toch moeilijk de traan gaan openzetten. Ofwel. Dat is gewoon echt stom van mij. Ik moet dat echt leren om te checken s'avonds. Dit zijn mijn punten van de bowling. Hier had ik een getter. Hier had ik één getter. Een getter. En... Hier is van mijn tweede ronde. Deze was ik wel beter. Dus ik had in totaal 142 punten. Ik heb de tweede ronde gewonnen. De eerste ronde had ik niet gewonnen, was ik tweede. Ik koop deze voor 5 euro. Dit eten van katten. Bij Albert Heijn is er 5, dus gewoon 3,29. Hier de best dat 73, dat was ik. 57, 56, 57, 47. Ik ben mijn reis aan het voorbereiden en mijn eerste stop is Keulen. En ik ben hier aan het kijken wanneer dat kerstmis vindt. Maar ik heb heel de site in Duits, dus dat gaat niet, want ik kan geen Duits. Hier in België kan je wel kiezen Duits als vak. Allee, is Duits in sommige richtingen een vak, maar bij mij was dat geen vak. Gelukkig is het ook in het Engels. En omdat Keulen natuurlijk vol staat, bij kerstmarkten is het gewoon super gemakkelijk om Keulen te ontdekken aan de hand van die kerstmarkten. En zo hoef ik zelf niet te veel op te zoeken. Maar ik ben ook maar een paar uur in Keulen, dus ik veronderstel als ik de kerstmarkten ben afgewandeld, of toch een deel ervan, dat ik dan al terug naar huis moet. Het is trouwens aan het regenen, wat dan niet zo tof is, aangezien ik straks nog naar buiten ga. Maar ja. Mijn beweging voor vandaag is binnen, maar ik ben teruggekeerd naar huis omdat ik het redelijk zo te begon te vinden dat ik op een schuim buiten in de regen naar iets aan het kijken was.
die ik ook thuis op de tv kan zien. En dat ik ook wel een keer een versie ervan live heb gezien. Ik heb de Last Pause wel een keer gezien. Toen dat geen 11 november was. En ik weet dat de 11 november viering iets specialer is. Maar ja, ik had echt geen zin om te blijven kijken naar de regen. Naar een scherm. En het ging niet anders dan op het scherm te kijken, omdat er gewoon te veel volk was zelf in zo'n regending. En het is niet dat ik een toerist ben, dat ik speciaal ben gekomen voor de Last Post vandaag. Alleen dat ik speciaal in Ieper ben voor de 11 november. Dus ik voelde me zo niet echt moreel verplicht om te blijven kijken in de regen naar dat scherm. En misschien probeer ik volgend jaar, afhankelijk wat er mijn plannen zijn volgend jaar, om gewoon vroeger te gaan staan aan de Menepoort, zodat ik het daar kan zien, of toch een groot deel daar kan zien, en niet in de regen op een scherm. Hallo, het is nu 1 na 1 en ik ga mijn brief maken, want ik moest zo meteen gaan werken. Komt goed, komt goed. Het wordt leuk. Maar als je zo thuis zit op een dag waar dat iedereen vrij heeft, is het nogal moeilijk om jezelf weg te krijgen. En uit de situatie waarin je zit. Om uit je zetel te krijgen. Om te stoppen met toffe series te kijken. Ik heb een ander eentje gepakt. Ja, ik denk waarschijnlijk voor waarom zit dat in je kleerkast. Wel. Ik heb eigenlijk geen plan. Allee, ik heb hem er zelf in gestoken. Maar ik kan me niet een goede reden bedenken waarom dat erin zou moeten zitten. Ik lag gisteravond op mijn bed. En ik had geen zin om het weg te leggen. Momenteel regent het niet. Het regent al de hele dag. Dus ik ga met de auto gaan werken. Soms is dat gewoon makkelijk. Hè? Ik was die end op de puntroep. De F sterretje sterretje in world aan het kijken. Zo vertelt mijn homie het. Omdat je niet mag vloeken. Toegekomen op de Palingdijk en ik ben de enige op heel de parking. Er staat wel een groen busje daar, maar die staat hier altijd. Dus. Dat wordt hoe we doorwerken aan administratie en veel minder aan onthaal vandaag. Dat is ook wel logisch, want die pres gewoon. Heel veel te doen vandaag. En ja, het is ook niet zo heel mooi weer om in de bos te komen wandelen. Dan even kijken of er hier iemand achter de hoek zit. Nope. We are alone today. Net mijn afval buiten gezet. Daarvoor heb ik echt een man nodig. Die gewoon één keer per maand mijn papierdoos en mijn rest daarvan naar beneden draagt. Oké, ik ben een beetje uitgebreid. Nu beginnen aan het eten. Een soepje aan het maken. Een butternut soepje. Hopelijk is het hard. Is dit hard? Yes, yes, yes. Ik denk dat ik zo net de lekkerste soep in mijn leven heb gemaakt. Echt butternutsoep is echt een aanrader. Echt waar, super lekker.
En nu ga ik mij eventjes omkleden in iets comfortabelers. En dan ga ik verder een Netflix film kijken. Ik ben momenteel aan het kijken naar de film Let It Snow. Zo ziet deze outfit er ook nog niet mis uit. Morgen ga ik mijn vlechtjes uitdoen, want ze zijn warrig aan het worden. Jammer genoeg heb ik niet elke dag een persoonlijke kapster om mijn haar te vlechten. Dit detail is zo leuk in de huiskamer. Het is gewoon een plantje, zo'n kunstplant van IKEA die ik hier heb gezet. Echt leuk. Hey, het is nu bijna 9 uur. Even mijn zwemzak controleren, want ik morgen nog ga zwemmen. Duikerswil zit erin, shampoo zit erin, badvak zit erin. Kast valt bijna om, check. Handdoeken. Check! Nee hoor. Mijn badkap pak ik eruit, dan kan ik die morgen aandoen. Terwijl ik voordat ik vertrek naar het zwembad, dan kleed ik mijn kunje snel op. Dat was trouwens mijn illustratie voor vandaag. Niet mijn favoriet, maar wel cool. Doe. Nu ik heel in een blankje zit, kan ik mijn eerste als adventskalender cadeautje openen. Dat is super jammer. Ik mag deze vlechtjes van moeten halen. Maar ze zitten gewoon niet meer goed. Oké, tijd om mijn eerste cadeautje op te maken. Ik heb trouwens gevraagd aan mijn ouders om ze te verpakken in krantenpapier. Omdat dat er tof uitziet. Maar toch milieuvriendelijk is. Dus, dit is voor het eerste adventskalender cadeautje. Wie dit nog niet weet, mijn ouders hebben, ik heb een budget gegeven aan mijn mama en aan mijn zus om samen voor mij een adventskalender op te stellen. Ik was namelijk beu om zoveel geld uit te geven aan een adventskalender waarvan je toch de helft niet nodig hebt. En dus ja, ik heb hen een budget gegeven. Ik heb wel al een idee wat er hierin zit, want dit geluid. Oeh, ik dacht dat Smarties waren, maar het zijn Skittles. I like Skittles. Ik ga deze nu niet meer opeten, want mijn tanden zijn al gepoetst. Maar morgen ga ik hiervan smullen. Ik zorg nu pas voor mijn baard mijn benen zijn. But it's okay. Blijf voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie morgen weer. En morgen ga ik hopelijk tijd nemen om mijn... Nee, het gaat waarschijnlijk overmorgen zijn. Om mijn vlogmas intro te filmen. Want ja, dit was dag 1 van vlogmas 2019. Doei!